Ja, ik ben Roland Hendricks van het gelijknamige transportbedrijf Hendricks Transport in Deurne. Samen met mijn broers hebben wij een transportbedrijf. Ruim 13 jaar geleden is mijn vader met zijn varkenshouderij gestopt. En toen hebben wij een containerwagen gekocht waar we kippenmest mee aan het rijden waren. Van mijn voormalige werkgever. Daar hebben we die auto van gekocht, begonnen met rijden. Mijn derde in de rij van 5 broers die heeft de papieren allemaal gehaald, transportvergunning en alles. Die zat in Venlo op school. En zo zijn we zachtjes aan gestart. Eerst met 1 auto, 2, 3, nu hebben we er 5. Deze Scania is een R560. Natuurlijk een V8. Daar hebben we heel goede ervaring mee. En hij is nu 14, 15 maandjes oud. En hij doet het perfect. Hij is nog niet in de garage geweest, dus ja, alleen voor een beurt. Dus ja, is de moeite niet waard. Hè? Mijn vader rijdt nog een heel klein beetje. Meestal zit hij mee in de garage. Gewoon materiaal maken. Ook wel wijk kapot maken, maar ook voor derden. De jongste van de 5 broers, dat is de monteur. Die verhuurt zichzelf ook nog aan een groot transportbedrijf bij ons in de buurt. En voor de rest zorgt hij dat onze materialen tiptop in orde blijven. Wij transporteren, zoals je ziet, compost. Een keertje of 3 in de week komen we ongeveer hier. In de buurt ongeveer ergens. En dan gaan we weer granen terugleveren in Holland. Als friet kunnen we niet schoonmaken, kunnen we niks teruglaaien. Maar zolang als het gewoon zo mooi weer is, dan kunnen we gewoon granen teruglaaien. Stro. Ja. Ze slaan er allemaal op in hele grote silo's. De coöperatie hier. En zodoende kunnen we dat teruglaaien. Ja, er zitten bij ons in de buurt zitten heel veel mengvoerbedrijven. Er zitten heel veel varkens, heel veel koeien en kippen. En die moeten toch allemaal graan hebben. En dat brengen we zo allemaal mee terug.